Het is nog donker in Bemmel, maar zeker niet stil. Het wordt langzaam licht en dan blijkt het centrum van Bemmel al helemaal gevuld te zijn met paarden. Een traditie die al 55 jaar duurt, deze vermaarde paardenmarkt, die iets unieks heeft. Dit is een vierkant, dat is uniek in Europa, want het is altijd lengtes. Zuid-Laren is een straat, een straat, een straat. De handelswaar wordt uitgestald, al staat deze pony er wel een beetje eenzaam bij. En dit duo is behoorlijk nerveus. Sommige paarden moeten ook nog even laten zien wat ze kunnen. De methode van onderhandelen is uiteraard handjeklap. 1500 euro. Dat zijn een goede prijzen. Ja, maar dat is goed effect. En wellicht hebben ze hier de nieuwe Totilas aangeschaft. Kan nog Hollander rijden, ja. Geen Duitse. Dit is natuurlijk de zelfkant van een paardenmarkt. Maar verder amuseert iedereen zich wel in Bemmel. Proost! Het spektakel trekt niet alleen paardenliefhebbers aan. Al aan het bier of nog aan het bier? Nog aan het bier. Ja. Nog steeds aan het bier. Ja. 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 Zo dramatisch is het gesteld. De beste markt van Holland. Ja. Hoe lang komt u hier al? Ik denk wel 20 jaar. Dus het is elk jaar weer anders. Deze markt is heel charmant. En de eenzame pony? Die is nog altijd niet verkocht. Maar het dier maakt zich daar volstrekt niet druk om.